allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag en Kevin slaapt hier. Kevin is donderdag... Slaapt hier? Ja, je bent vanaf donderdag ben je hier geweest. Vertel even dat je bij mij gaat slapen. Nou, vertel. Nou, dit was mijn laatste nacht. Zometeen word ik opgehaald en gaat Kim ook mee. Morgen gaan we schaatsen en Kim slaapt een nachtje bij ons. Ik slaap twee nachtjes bij jou. Oh ja, twee nachtjes. Ja, waarom blijf ik ook bij jou? Voor nieuwjaar. Ja, ik ga oudejaar vieren bij jullie. En vuurwerk afsteken en knorken meppen. Ja, echt vuurwerk afsteken. Woehoe! Maar ik blijf dus bij Kevin. En Kevin heeft hier van donderdag tot vrijdag geslapen. Dat hebben we ook gevlogd. Die gaan we ook zeker, kom nog online. En verder, ja... Ga ik nu mijn spullen pakken. Tenminste, het is voor zover al ingepakt. En ja, we gaan zien wat er van gaat komen. Mijn oom en tante vinden het wel niet zo fijn. Vinden het niet zo fijn dat ik bij hun vlog. Dus dat probeer ik een beetje te vermijden. Maar natuurlijk ga ik wel gewoon vloggen als het oude jaar is. En bla bla. Maar om de anderen een beetje in beeld te brengen zou ik niet doen. Maar, joh, mijn is een herrie. Maar ik doe gewoon mijn best om er toch nog een leuke vlog van te maken. Ondanks dat ik daar ben en ondanks dat ik het niet heel erg tof vind als ik hun in beeld breng. Dus we gaan het zien. Hey, we staan op de pand. We gaan nu naar de overkant. En daar staat mijn tante ons op te wachten. Oh, het is wel echt koud. Het is heel koud. Kapatje. Laat hem maar zakken. Zo. Goed, de bruisbal is gedaan. Hij is helemaal op. Ik lig lekker in bad te genieten. Even mijn handen houden, even chillen, zen. Lekker met kosselkul op de achtergrond. En lekker mijn handen houden. Goed. Ik lig in Kevin's bed. Tijd om te gaan slapen. Ik ben heel erg moe. Sorry trouwens dat ik wel weer met mijn mobiel vlog. Maar ik ben mijn camera helemaal vergeten mee te nemen. Dus het kan zijn dat het beeld af en toe vast gaat lopen. Ik hoop het niet. Maar ja, in ieder geval. Ik leer Kevin in bed. Ik ga lekker slapen. Morgen gaan we met Kevin en met Hans schaatsen. En ik ga kijken. Ik heb geen schaats kunnen halen vandaag helaas. Dus ik zou moeten kijken. Ja, of schaatsen huren, maar daar hou ik nooit zo van. Maar ja, we gaan het morgen allemaal zien. In ieder geval ga ik nu lekker slapen. Het is 10:30 nu ongeveer. Dus ik zie jullie morgen. Ik kan schaatsen! Ja! Oh, dat is zo eng. Zo, hè? Ja, eigenlijk zonder stoeltje. Ik doe het nog lekker oldschool met een stoeltje. Oh, het is echt wennen, maar het is wel leuk om weer te doen. Ik kan het echt niet los hoor, dat vind ik echt veel te eng. Ik heb natuurlijk dik 2 jaar niet meer geschaat, dus het is zo eng. Maar het gaat best wel oké, mijn bril beslaat ervan. Het gaat best wel goed. Het is wel heel eng om nu in één keer op straat te staan. 2 jaar lang gewoon niet gedaan. Maar het is wel echt heel erg leuk om te doen. Eerst wilde ik niet, maar met mijn vermist en mijn tante en Kevin hebben me wel overtuigd. Dus ik sta op het ijs. Oh, 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 oh,
spelletjes gespeeld. We hebben vanmiddag natuurlijk lekker geschaatst. En het is nu tijd om even lekker in bad te gaan met de badbom die ik heb gekocht in de stad. En ja, daar ga ik nog even gaan een clip van opnemen. En daarna is het wachten tot 12 uur is. En dan is het gelukkig nieuwjaar en dan zien we al het vuurwerk. Ja? Ja. Met champagne. Ik heb nooit, maar ook nooit champagne gedronken en we drinken champagne. Het kan gewoon, jongens, het kan. Oh, het is zo wennen, maar het is wel te doen. Het is 2018. Oh my god, jongens, 2017 is voorbij. Wauw. Helaas kon ik 2017 niet afsluiten met 50 abonnees. Dat vind ik heel erg jammer. Maar 2018 wordt gewoon heel tof, mooi, leuk, gezellig, liefdevol, fantastisch jaar. Ja, ik wil jullie via deze weg alsnog heel erg bedanken voor het jaar 2017. Super, super mooi jaar heb ik gehad. Verdrietig jaar, er zijn natuurlijk ook weer diertjes overleden. Waar ik het toch heel moeilijk mee heb gehad, eerlijk is eerlijk. Maar er staat ook weer een heel mooi jaar voor ons klaar. Dus we gaan er allemaal van genieten. Geniet van het jaar 2018. Echt jongens, alsjeblieft, doe dat. En sta stil bij alle mooie dingen. En natuurlijk ook bij alle verdrietige dingen die het afgelopen jaar zijn gebeurd. Want dat mag ook gewoon. Maar, wauw. Allereerst vind ik het ook hartstikke leuk dat ik het ergens anders vier dan thuis. Natuurlijk vind ik het lullig dat mijn ouders hier nu niet bij zijn. Maar ja, het is wel gewoon 2018. Dus ja, ik ga nog even genieten van het al het mooie vuurwerk hier. En daarna ga ik slapen en zie ik jullie, ja, eigenlijk straks, maar eigenlijk ook morgenochtend in 2018. We zitten in 2018, jongens. Wauw, echt wauw. Nieuw jaar, nieuwe kansen. Goedemorgen allemaal. Ik ben net wakker. Ik weet niet of de rest al wakker is. Ik ga nu kijken. Ik heb toch nog wel dik 8 uur geslapen. Dus ik ben blij. Het is 9:30. We gaan ontbijten. Gelukkig nu, ja. Het is 2018. Ik ga even zoenen. Nou ja. Thank you.
grap, jong. Jij is ja, tuurlijk. Hoor je niks, man. Tassen zijn ingepakt. Ik ga nu even naar beneden, even tanden poetsen en dan gaan we weg. Gaan we naar huis. Is klaar. En ik ben weer thuis. Oh, het is echt koud hier. Jeetje. De kachel aan de haai hoor. Oh, hier zo. Het is best koud. Ik ben thuis. Eindelijk. Ja, eindelijk. Ik vind het heel erg jammer dat ik naar huis moest, maar stiekem ben ik toch ook wel blij dat ik weer in mijn eigen kamertje ben. Ik ga mijn bed even verschonen. Alles ligt nog hoe ik zaterdag ben weggegaan hier. Ik ga mijn bed verschonen. Daarna ga ik even opruimen. Dan ga ik mijn tas uitpakken, want er zijn natuurlijk ook nog allemaal spullen in die weg moeten. En daarna ga ik denk ik even mijn gemak houden. Ik ben best wel moe en gaar van de hele nacht wakker blijven. En ja, gewoon een beetje mooi. En dan de ochtend weer op. En weet ik, ik ben best wel gewoon heel erg gaar. Dus ik... Ik ga in ieder geval even proberen mijn ding te doen. De vlog die ga ik vanavond editen, deze vlog. Ik ga hem wel vast eindigen. En dan komt hij 2 januari komt hij online. Dus ja, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie het toch een beetje leuk vinden, ondanks dat ik het op mobiel moest doen. Maar het kon even niet anders deze keer. In ieder geval bedankt jullie wel voor het kijken. Doe deze video een blauw duimpje omhoog. Dus iedereen, serieus ook echt iedereen de allerbeste wensen. En ik zie jullie heel erg snel weer... bij een nieuwe vlog. Het dagelijks vlog is natuurlijk ook voorbij. Dus er zullen weer weekvlogs aankomen. Ik zie jullie bij het eerste volgende weekvlog. Wanneer die komt, heb ik geen flauw idee. Maar we gaan het meemaken. Doeg! Ja, ik zet de oog.